De nieuwe wethouder Financiën, Kees Telder, heeft vandaag zijn eerste dag op het gemeentehuis in Beuningen. Een spannende tijd om aan te treden als wethouder, want gemeente Beuningen staat er financieel slecht voor. Net als veel andere gemeenten komen ze flink geld tekort door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Tijdens de raadsvergadering van 12 november is Kees Telder geïnstalleerd als wethouder Financiën van de gemeente Beuningen. Hij start in een roerige tijd, want de gemeente staat er financieel slecht voor. Toch begint hij zijn termijn positief, maar met gezonde spanning. Ook wel spannend, maar ook natuurlijk wel weer leuk om te doen. Dan denk ik van ja, toen ze belden zeg maar, of ik hier in Beuningen wethouder wilde worden. Ja, dan ga je natuurlijk verdiepen in wat speelt er allemaal. En dan denk ik, ja, er is wel wat te doen. Nu werk ik aan de winkel. Beuningen verkeert momenteel in financieel zwaar weer. Een waarschuwing vanuit de provincie Gelderland maakte de situatie extra zorgelijk. Ja, nou ja, zorgelijk vind ik dan een beetje te groot woord. Kijk, vanaf volgend jaar staan natuurlijk alle gemeentes in Nederland redelijk onder druk. Als het gaat om de financiën, daar is Beuningen niet anders in. Financiën zijn aan zich natuurlijk goed op orde. Maar je moet kijken naar de ambitie van de gemeente en vanuit het coalitieprogramma. De gemeenteraad is de afgelopen week druk bezig geweest met structurele maatregelen om de begroting rond te krijgen. En dat is gelukt. Ja, nou ja, voor nu heeft de gemeenteraad gisteravond natuurlijk een sluitende begroting vastgesteld. Er is natuurlijk de afgelopen week heel hard aan gewerkt nog door iedereen. Ja, dus nu ligt er een sluitende meerjarenbegroting, dus daar kunnen we mee van start gaan. En de grootste uitdaging ligt natuurlijk om de begroting voor volgend jaar voor te bereiden. Voor de inwoners gaat er wel iets veranderen. De belasting gaat omhoog. Ja, weet je, belasting verhogen is aan de ene kant vaak het laatste middel wat je hebt als gemeente om te doen, hè, om structureel geld binnen te halen. En als gemeente kun je natuurlijk verder dingen niet doen, dingen wat minder doen of de inkomsten verhogen door belastingen. Nou ja, gisteravond heeft de gemeenteraad natuurlijk besloten om de OZB te verhogen. Dat is voor inwoners natuurlijk altijd niet leuk, zal ik maar zeggen, maar het is een klein beetje. Dus de gemiddelde lasten die vallen mee, de lastenverhoging. En daardoor is de begroting nu wel structureel sluitend. De begroting is nu sluitend, maar de gemeenteraad maakt zich wel zorgen. Daarom hebben zij een open brief gestuurd naar Den Haag en alle gemeenten in Nederland. Met een duidelijke boodschap. Let op, als jullie zo gaan knijpen met de financiën, dan komen de gemeentes in de problemen. En dat blijkt natuurlijk ook uit de brief die de gemeenteraad gisteren besloten heeft om rond te sturen. Beste kabinetsleden in Den Haag, let er wel op. Wij hebben heel veel taken gekregen vanuit het Rijk. Ja, en er hoort natuurlijk ook geld bij.